Voor mij dat visuele aspect is heel belangrijk. Dus de locatie, ik ga heel hard ook vanuit de locatie om de locatie als personage ook aanwezig in de film te laten zijn. Dus ik kies een locatie eerst die die thema's die die mensen geeft of die onderwerpen geven die me interesseren, die klatsen van de ruwheid van het leven met schoonheid ook tegelijkertijd. En dan ga ik daar op zoek naar mijn personages. Eerst heb ik op online gezocht, als ik thuis was, in België. Maar ook niet zoveel, omdat... Oké, jij kan wel zien wat voor locaties dat er zijn, maar je moet er zijn. Je moet er zijn, dus we hebben besloten om gewoon naar daar te vertrekken, zonder research eigenlijk. En we hebben daar 3 maanden actief geresearched. Ik ben naar al de mijnen gegaan, bijna van Bolivia, die er bestaan. En dan ja, gekozen uiteindelijk voor eentje die me de meest aansprak. We wilden in het begin een verhaal vertellen over een kind die in de mijnen werkte. Om te kunnen spelen met de fantasiewereld van de kinderen. Maar dan was ik toevallig in een gesprek met een vrouw. En ze sprak over mijn Argentina met zoveel schoonheid en met zoveel magie. Dat ik dacht van, ja, ik moet gaan kijken. Dat is niet normaal dat een Boliviaan met zoveel passie spreekt over een plaats. Allee, Bolivia is prachtig overal. Maar die bleefde maar zeggen dat echt magisch was. Dus we zijn naar daar gegaan om te kijken. En dat was effectief indrukwekkend schoon. Maar daar kennen we geen mensen, geen verhalen, niks. En dan zijn we op zoek naar verhalen gegaan. Dus echt letterlijk in het huis van de mensen gaan kloppen. En zeggen van, ja, we willen een film maken, we willen je verhaal horen, kan jij dat alsjeblieft vertellen? En dat was heel schoon om te zien hoeveel mensen, allemaal hebben zijn deur open gedaan, allemaal hebben ons binnengebracht. En dat was geen enkel mens, man of vrouw of kind die niet begon te wenen. En dan voelde jij een nood van deze dorp wil echt zijn verhalen naar buiten brengen. Die geven heel veel pijn, die geven echt ook de nood om geluisterd te worden. Arturo? Sí. Ha llorado 3, 5 veces ha llorado. Y es pasando 2, 3, casi un mes, y ha habido 2 muertos. Personages maken een film. Dat is heel belangrijk dat je goede personages hebt. Dus we waren eigenlijk... Dat heeft ons maanden gekost om de juiste personages te geven. We hebben heel veel gedraaid met personages die uiteindelijk geen personages meer zijn geworden. Omdat wij ze daarna niet meer voelden. Of omdat de interactie of de band niet meer zo... Ik weet het niet, de vrienden of zo. En ja, dat was een lange proces, een heel lang proces van maanden om de juiste personages te geven, om de juiste verhalen te geven, om de band te geven dat we wilden. We hebben al onze interviews ter plaatse uitgetypt en daar waren we eigenlijk onze scenario aan het schrijven. En onze scènes echt aan het monteren ook al. Van oké, welke scènes geven we, wat missen we? En zo is onze scenario ontstaan. En ja, hier ook zelfs audiovisueel, alles. Gewoon het gestart van, oké, die belt, nu dynamiet ontploft. Nu geven we dat stuk missen we. Je kan de evolutie van je personages heel moeilijk plannen, denk ik. Maar op de manier waarop we dit gedraaid hebben, omdat we dat scenario ter plaatse aan het draaien waren, dat was wel gemakkelijk om te richten. Dat je hoorde van oké, dit gaat gebeuren. Of ik moet stoppen omdat ik heel ziek ben. De oude vrouw bijvoorbeeld. Dat ze zei dat ze gaat sterven. Dan begin je ook in je verhaal de richting te geven van wat ze je vertellen. En ja, dus ik denk dat je gaat mee met you go with the flow. En met je personages. En je probeert een structuur te brengen in de realiteit. Maar wel niet te ver van de realiteit. Wel altijd dicht bij je personages. En dat vind ik ook dat schoonheid van documenteren. Dat je kan een idee geven in je hoofd. Je kan een script geven. Maar je moet alleen met de flow gaan. En je moet mee evolueren.